Cello spelen is eigenlijk mijn hobby. En dus ik kan van die hobby niet genoeg krijgen. Maar dat is zo een beetje genetisch in de familie. Mijn ouders zijn ook zo, wat ons zeggen, studeerbeesten. Dus echt geen werk of zo. Dat is eerder een gezonde verslaving, wat als we zeggen. Het begon daarmee dat ik piano studeerde toen ik 6 was en mijn papa was ook pianist en dat ging echt niet zo denderend. Also die witte toetsen en die zwarte, ik kon mij zo niet echt vastleggen. En we besloten dat ik cello zou studeren. En dat ging dus heel vlot. En mijn zus speelde viool. Ik vond het wel goed dat ik eigenlijk een instrument speelde wat mijn ouders niet speelden. Want ik wou altijd een beste zijn natuurlijk. Jan is beginnen cello leren omdat de leraar van cello geen leerlingen genoeg had. Want hij speelde piano een jaar. Hij was dus 10, 11 jaar. En ik zeg tegen die leraar, ik zal u mijn zoon sturen als 2 instrumenten en hebben genoeg leerlingen. Ja, ik voel mij daar op mijn gemak natuurlijk, ja. We hebben een hele goede cellogroep. Je merkt dat ook dat er achter jouw collega's zitten die echt perfect voorbereid zijn. En 100% die job doen. En dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker. Dan als je altijd problemen hebt met collega's die onvoldoende voorbereid zijn of ongemotiveerd zijn of tegen hun zin komen, dan heb je echt verkeerd beroep gekozen. Ja, je moet echt een beetje verslaafd zijn aan muziek, anders is dat geen goed beroep, denk ik. En dan dat nog eens past zo, natuurlijk. Zo heel belangrijk dat je ook af en toe solistisch speelt. Omdat je anders niet verder ontwikkelt als instrumentalist. En zo. Het is heel moeilijk om altijd op hetzelfde niveau te spelen. Ofwel word je beter ofwel word je slechter. Dus je moet altijd, als je enkel alleen orkest speelt, dan is het gevaar dat je toch langzaam
omdat je niet altijd die controle hebt over intonatie, want je hoort jezelf niet altijd, dan komen er zo kleine foutjes in.